Hele goeiedag mensen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Singapore, ronde nummer 15 van het kampioenschap en aflevering 16. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. En mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en wil je meer afleveringen van F1 2019 zien, druk dan op de abonneerknop en druk dan ook een like rechts van de abonneerknop, daar staat een belletje. Zet die op aan, dus klik dat gewoon aan en zet gewoon op alle meldingen aanzetten, zodat je nooit meer een video meer van mij mist. We zijn hier dus bij de R&D-tree en één onderdeel is dus gefaald, dus daar moeten we weer hard voor gaan werken om dat weer terug te krijgen. En ja, hier zie je ook Adapt, oftewel het meer, ik weet niet hoe je dat noemt, iets anders doen, want er komt een regulations change aan het einde van het seizoen aan. We staan op dit moment vijfde, nog achter Rich Energy, maar hopelijk kunnen we die gaan inpakken. Inpakken, hoe zou ik dat zeggen? Achterhalen, zo zou ik het noemen. Adaption van Aerodynamica, Carl wijst mij daarop, maar spaar denk ik gewoon de punten uit. Dan hebben we meer punten naar rond besteden. We hebben toch de zilver gepakt. En dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. Welcome along again to the Marina Bay Circuit. The atmosphere is thick, not just with humidity, but with tension as well, as we get ready for qualifying here at the Singapore Grand Prix. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tyres, such as the frequency of low-speed exits. Lots of low-speed exits means the rears are in for a lot of punishment. It's all too easy to spin them up coming out of a corner too aggressively. It might look great for us as spectators, as we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long-run pace. Nou, we zijn nu dus in onze eigen auto voor de grote wedstrijd van Singapore, de kwalificatie dus. Ja, en dit circuit ligt ons niet echt goed, want we hebben weer namelijk meer aerodynamica voor de topsnelheid en die is niet zo belangrijk. Maar we hopen dat we, goed kunnen kwalificeren en dat we misschien Kimi Räikkönen kunnen pakken. Maar ja, ik ben benieuwd, ik hoop jullie ook. In ieder geval een outlap. Oh, we raken er wel even de muur om, maar dat geeft niets. Alles is onder controle hier in Singapore. Middels overzet finish en we gaan dus de tijd noteren. Hopelijk dat we nu misschien nog dichterbij zijn van Italië. Daar zaten we uitstekend goed. Helaas jammer van de Griffin, die anders hadden we de pole kunnen verzilveren in een overwinning, wat niet is gelukt. Ja, en als je dan denkt, hè, waar heb ik nou over? Ik ga het over de vorige aflevering. En als je die gemist hebt, zou ik eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En wij zetten een 1.48, 0 neer. Wat goed is voor de tweede plek op dat moment. En we zijn dus bezig aan ronde nummer 2. Inmiddels naar P7. En ik zie dat het niet zo goed is. Dus we gaan denk ik gewoon deze ronde gewoon afbreken. Dan denk ik gewoon door naar Q2 of we kunnen nog een ronde gaan doen. Maar ik weet niet of dat slim is voor de banden. Want dan moet ik een nieuwe set van de Q2 soft nemen. Dat is mijn band al beschadigd. Dus ik weet niet of het nu zin heeft om deze ronde af te maken of gewoon door naar de pits te gaan. En we gaan dus gewoon naar de pits. En nog 7 minuten te gaan. Inmiddels op P7 zie ik Räikkönen voor ons. En we spoelen de tijd gewoon door. Want ik denk dat we toch moeten door zijn naar Q2. En we zijn ook door naar Q2 op plek 14, maar net door.
en Kimi naar P8 is. Het is een goed weekend voor ons. Ja, voor Kimi dan, maar niet voor ons. En hopelijk kunnen we dat in de Q2 wat toch weer naar voren brengen. We zitten inmiddels in Q2. Ja, ik ga dit keer niet voor de mediumband, want dat was niet zo goed. Want in Italië kwamen daar problemen mee namelijk. Ik hoor geen motorgeluid. Alleen meeuwen die kraaien. Is dit een probleem met de audio? Dit lijkt net Formule E dit. Via Formule E. Jezus Christus, maar ik hoor geen geluid. Ah, nu weer wel. Mooi zo. Oh, we raken daar net niet de muur. Zeg, Perez heeft een 40-4 neergezet. Ja, we raken daar net niet de muur. Hier ook net niet de muur. Het is krapjes hier in Singapore. En we moeten vrijdag gewoon voorzichtig gaan. We stappen met een 1-40-1. Wij komen er denk ik niet in de buurt. Bottas met een 1-39-4. Wij rijden een 1-40-3. Oké, goed. Dat had ik niet verwacht. Oké. We zijn dus inmiddels terug bij de garage. En Raikkonen is weer sneller. En we spoelen de tijd gewoon door. Maar we moeten wel in die top 10 zitten om door te mogen naar Q3. Ja, we pakken gewoon deze set soft. En dan gaan we gewoon een outlap doen. Want ik weet niet zeker of het slim is om nu gewoon nog, wat zeggen, binnen te blijven. Want omdat Hamilton namelijk nog bij positie verder is gekomen, hij staat volgens mij nog steeds P10. Maar het wordt nu druk. Kimi gaat als eerste naar buiten. Een fractie van een seconde is hij eerder. Als ik dat goed zeg. Oh nee, wij gaan toch eerder. Oké. Oh nee, nog steeds P10. Dus Hamilton die die op P11 staat. Maar ik verwacht hem gewoon in de top 10 te zitten eigenlijk. Oh, daar heb je Hamilton. Hij rijdt achter ons. Lewis Hamilton rijdt achter ons. En nu wordt het best wel spannend hoor, want als Hamilton een betere tijd dan ons rijdt, dan zijn wij uit de top 10. Dus gaan we ronde noteren, onze tweede ronde in Q2. De klok is inmiddels bijna op nul gezet. Ik zie er wel een Ferrari langzaam rijden van Charles Leclerc, zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. 30 seconden nog te gaan in de Q2. DRS hier geopend. We komen over 6 finish, we zijn inmiddels naar P9 zie ik gegaan. Groen en rood, Vettel nog snel P10 en het is... P10 en Vettel trouwens naar P1, dat bedoel ik. P10, dus we zijn net door naar Q3. Goed gedaan. En Kimi ook. Kimi ook door. Perfect. En Leclerc en Hamilton halen het niet. Bizar dit. Heel bizar. En we gaan nog een paar minuten op de klok, want we hadden een fout namelijk en dat kostte ons veel tijd. Dus dit wordt denk ik onze enige run in Q3. We moeten er alles voor gaan geven. Nu is er hier ook niemand op de baan, dus het is nu vrije lucht, dus dat is heerlijk dit. Alhoewel, een Ferrari is op de baan. Nee, sorry, Kimi is op de baan. Ja, Kimi Räikkönen is op de baan. Oh, we zitten wel even wijd. Wat wordt onze tijd? Oh, een 1.839.7 op 2.7. En we hebben nog tijd voor een tweede ronde, hoor. Om dan deze ronde gewoon even afmaken en dan opnieuw een ronde neerzetten. Want we hebben nog 2 minuten en 19 seconden op de klok. Oeh, het is hier krapjes hoor. Met Verstappen. Zo, de knet. Het is daar krapjes. Gele vlak, maar dat kwam dankzij ons. Ik al interview, maar Verstappen zat daar. Verstappen kwam ineen, ging in één keer op de rem. En ik moest daardoor ook op de rem. En nu hebben we wat tijd verloren. En het is hier druk. Ik zag ook een Haas. Maar was dat de auto van Romain Grosjean of van Nico Hulkenberg? Ik weet het niet. En we laten hem hier voorbij. Ja, dit is nog even goed van eigen deeg. Nou, hier op de rem. Oh, Kimi zat daar ook nog. En wij hebben hem volgens mij geraakt bij de voorvleugel.
Kimi's voorvleugel is beschadigd. Maar ja, hij rijdt gewoon door. En nu gaan wij eens proberen of wij hoger dan P10 kunnen eindigen. Bottas voorlopig nog op pole position. In het groen zie ik. Raikkonen rijdt hier langzaam. Ik hoop niet dat het in ons nadeel gaat werken hier in de kwalificatie. 30 seconden nog te gaan en Kimi rijdt hier langzaam hoor. Die blokkeert hier ons gewoon. En dit is niet fijn voor mij. Hey, we zijn wel in het groen zie ik. Rood, 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 maar wel een delta van groen. P10. Mijn engineer is blij. Ik had beter verwacht, maar oké, we kunnen er niks aan doen. Nou, de uitslag. Bottas pakt pole, Verstappen 2 en Sainz naar 3. Weber naar 4. What the fuck krijgen we nu in één keer? Carlos Sainz naar plek 3. Bizar dit, heel bizar. En dan gaan we dadelijk naar de datacenter en de interview, als die er is. Als die er is. En interview is er dus toch. It's got to be a relief to qualify that far up the grid. Ja, klopt. Was een opluchting. Were those faults a bad omen for qualifying and the race? Welke fouten heb je het over, Claire? Ik heb geen fouten gezien. Appreciate your time. Oké, doei Claire. Nou, de resultaten dus. We verliezen ten opzichte van Kimi Räikkönen en we winnen ten opzichte van Lucas Weber. Dat die rivaliteit hebben eigenlijk goed als binnen. De resource points, ja, ieder weekend worden weggegeven eigenlijk, zo zou ik het zeggen. Best wel veel. 150 in totaal, 381 overall. De reputatie is gewoon gelijk gebleven, zie ik. Dan kruip je naar een veteran toe en een sport en een showmanship, waar je dat interview. Well done. Nou, dankjewel Emma. Dankjewel. En dan gaan we nu gewoon door naar de race. Hello and welcome one and all to the shining streets of Singapore. Can you believe we've been coming here for nearly a decade now? It feels like only yesterday that Felipe Massa was dragging his fuel hose down the pit lane in that eventful opening race, and in a Grand Prix won from pole position more often than not, will we see a new victor crowned today? The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. They come into this race with a healthy championship lead. I don't want to say the title race is over, but surely it's going to take something special or catastrophic to change the outcome at this point. Certainly there are worse positions to be in, but it's vital they don't let complacency creep in. As soon as you let yourself think it's over before it actually is, that's where everything can and often will go wrong. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Valtteri Bottas lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Weber, Gasly, Sebastian Vettel and Raikkonen. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Grosjean, the Professor and Daniel Ricciardo. Leclerc, Norris, Lewis Hamilton and Russell. Butler, Albon, Lance Stroll, and Nico Hülkenberg, Magnussen, and Sergio Perez completes our grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Nou, hier zijn we dus aan onze eigen POV van de auto. Voor de race van Singapore, Verstappen van grip en het pakt de Sainz start vanaf plek 2. Super knap, en Weber ook. Gewoon plek 3 in de Williams, fucking bizar dit. Neem wat extra fuel mee en dan gaan we gewoon beginnen met de grote prijs van Singapore. Career aflevering 16. En de landen zijn dus aan voor de grote prijs van Singapore. En we zijn onderweg. En wie heeft een betere start? Het is in ieder geval Ricciardo die beter weg is. Leclerc die beter weg is. Oeh, het is krap in bocht 1 en er gaat al voorvleugel. Er is al een voorvleugel kapot. Volgens mij is dat van
Romain Grosjean die achter op Kimi Raikkonen is aangereden. Wij pakken hem daar buitenom. Het is plek 8. Inmiddels ronde nummer 2 en Bottas heeft zelfs raceronde gezet. En we gaan nog goed naar binnen vanwege die tweede run in Q2 namelijk. Dat heeft onze banden niet goed aangedaan. Maar het kan misschien een meesterzet worden. Wie weet, ik hoop het. Zo niet, dan hebben we een pech gehad. Raikkonen voor ons, Leclerc voor Raikkonen en achter ons Lewis Hamilton. Die is op plek aan het goedmaken na zijn slechte Q2 hier in Singapore. Groen is sector 1, het gat naar Raikkonen is 1.1. Wat is het gat naar Lewis? 3.8, nog best wel groot. En hier vond zich al een treintje met Lucas Weber volgens mij voorop. Bottas leidt, hij heeft al een heel groot gat geslagen en het begint nu al toch wel wat langzaamaan te gaan rijden. Omdat de Williams in race pace niet zo goed is. Kijk maar. Heel erg langzaam hier, oh. Verstappen er ook achter. Gasly er ook achter. Verstappen en Gasly erachter. Mijn fout. Vettel voor Raikkonen. Ik dacht dat het Charles Leclerc was, maar dat was dus niet zo. Ronde nummer 3. En het is nog steeds niet krap. En Hamilton is dichterbij gekomen. En Sainz is Lucas Weber voorbij. We rijden hier misschien een andere lijn dan Kimi Raikkonen om hier dichterbij te komen. Hamilton keek er wel even voor. Maar we kunnen hier niet aanvallen bij de Finn. En Hamilton kan ook niet aanvallen bij ons. Rood is sector 1, 14e langzamer. En Hamilton zit wel te kijken hoor, bij ons. Dat geeft Kimi Raikkonen wat lucht. Want wij zijn dus in gevecht en daardoor haken hij misschien wat af bij Kimi Raikkonen. En dan is de vraag of wanneer Hamilton de slag kan toeslaan. En wij duiken nog niet naar binnen. DRS wel beschikbaar voor ons. En we gaan deze ronde pit om een undercut te proberen op de rest van het veld. En ja, we gaan er dus mee akkoord dat we dus naar binnen gaan na deze ronde. Kimi Raikkonen nog steeds voor ons, Lewis Hamilton nog steeds achter ons, hier de snelste race ronde te pakken. Neem je misschien op een verdere lijn en Hamilton kijkt daar weer. En Hamilton zit ernaast, maar wij knijpen hem hier af. En dat is nog steeds P8. En ik dacht even, oh, Hamilton die duikt gewoon aan de binnenkant, die rijdt gewoon ons weg, maar dat is dus niet het geval. Wij gaan nu dus naar binnen aan het einde van deze ronde. We proberen deze hele trein te undercutten. Oftewel, dan gaan wij eerder naar binnen dan de rest van het veld. Om zo in, normale luchtomstandigheden te kunnen rijden. En we zijn dus naar binnen gegaan voor onze laatste stop in deze wedstrijd. We gaan dus naar de mediumband. En daar ga je zien dat heel veel jongens naar binnen gaan. Heel veel mensen ook naar binnen gaan. En dan rijden wij hem er gewoon voorbij. T.6, goede stop. Helemaal op plek 18. Want Grosjean en Racing Point hebben elkaar volgens mij geraakt. En kijk, wat zei ik je? Heel veel mensen komen er binnen en wij hebben de undercut voltooid. Raikkonen, Sainz, Vettel ook allemaal naar binnen en wij zitten hier aan de zijkant van Carlos Sainz, aan de buitenkant, maar Sainz geeft niet op. Die komt hier terug voor meer. Zit er nog steeds aan de binnenkant, maar wij duwen hem hier gewoon naar de muur toe. We laten hem wel leven, dat is respect voor ons en ook voor Carlos Sainz. Het was dat weer even close, maar wij hebben hem officieel te pakken. P15 dus. Groen is sector 1 en nu kunnen we naar Sebastian Vettel toe rijden. Dat is ronde nummer 7, Pagio sector 3 en heel veel jongens gaan nu ook naar binnen. Kijk, we komen voor Hamilton terecht en achter Pierre Gasly, dus de undercut, heeft ook op Lewis Hamilton gewerkt. Interessant, wist ik niet, maar het team deed weer een uitstekende call. Ja, vond je deze video leuk? Geef dan een like. Wil je meer van deze video's? Abonneer dan op mijn kanaal voor meer afleveringen van Event 2019. Druk op het belletje om dit niet meer te missen. Ja, en volg ook heel veel social media, sociale kanalen, links in de beschrijving, Instagram, Facebook en Twitter. Terwijl hier voor ons een gevecht aan de gang is met Verstappen en Weber, als ik dat goed zeg. En wij kruipen richting Pierre Gasly toe.
is er wel krapjes. Met Verstappen en Weber, dat bedoel ik. We kunnen nog niet echt een aanval maken. En Weber heeft die plek af moeten staan aan Max Verstappen. Voor plek 6, als ik dat goed zeg. We hebben hier wat ruimere lijn dan Pierre Gasly. En we kunnen hiernaast niet naar binnen kruisen. Nog 8 ronden zijn er te gaan trouwens. Groen en groen in sector 1 en 2. Een persoonlijke verbetering van onze beste tijd ooit. Dus onze beste rondetijd. Inmiddels ronde nummer 8. En daar zitten we met aanval op Pierre Gasly. Gasly laat ons niet leven. En wij moesten daar vol tram. En Gasly keek gewoon niet in zijn spiegels. En als wij die rem niet hadden ingetrapt, hadden we gewoon vol beleugelschade. Dus Gasly, je mag van geluk spreken, jongen. Dat ik op de rem heb getrapt. Echt van geluk. Rood en rood in sector 1 en 2 komt door dat momentje met Pierre Gasly voor P8. Bijna op de mediumband. Inmiddels ronde nummer 9. En daar zit Gasly aan de binnenkant van Weber. Wij schieten daar zelf door. We kunnen hier om een betere exit pakken. Nee, helaas. En je dichter bij Pierre Gasly toe. Maar we kunnen hier geen aanval maken. Misschien hier wel, hoor. Kijk, daar komt Gasly ook bij Lucas Weber. Kijk, aan de buitenkant lukt helaas niet. Dan kunnen we hier naar de binnenkant switchen. Doen we ook. En dat is een 2-in-1. Grandioos move dit, maar Weber komt terug voor meer. Lucas Weber. En wij laten hem hier leven. P7. Zo doen we dat dus. Geweldige move dit. Geweldig. Inmiddels ronde nummer 9 inmiddels. En Weber kan hier terugkomen met zijn DRS. Maar kan hier geen aanval maken. Vettel voor ons schat is 5.5. Hopen dat we dat misschien dicht kunnen rijden. Want, maar volgens mij moeten er nog jongens naar binnen. Inmiddels ronde nummer 11 inmiddels. En wat zei ik je? Er gaan mensen naar binnen. En wij eindigen nu op P4. Want Norris en Magnussen zijn dus naar binnen. Voor hun laatste stop. We gingen naar de softband. Inmiddels ronde nummer 11. Dan steekt Lucas Weber achter ons. Ik wil jullie trouwens ook even bedanken voor de 50 abonnees die we onlangs hebben gehaald. Super tof dit. En ja, nu is mijn doel gewoon naar de 100. Dus ja, ken je iemand die ook voorheen spellen speelt en een Nederlander is? Of ja, iemand die dit soort video's leuk vindt? Zeg gewoon dat je moet abonneren op dit kanaal. En als je zelf kijkt, je weet niet wie ik ben, druk gewoon op de abonneerknop. En dan kunnen we richting die 100 gaan. Terwijl we nu in één keer een VSC, een Virtual Safety Car hebben. Lando Norris is out of the race. Norris is uit van deze wedstrijd. Gek, want hij kwam net naar binnen voor een setje soft. Heel gek dit. Dus is de VSC voorbij. Maar ik vind het gek wat er met Norris is gebeurd. Ja, hij staat daar, hij staat er stil. Sector 2. Ronde nummer 12, nog 4 ronden te gaan. Inclusief deze ronde dus. En we kunnen de druk van Weber hopelijk doorstaan. Maar naar Vettel gaat niet meer, hij gaat er niet meer worden. Volgens mij is Verstappen naar 2 gegaan. Zo. Zo, een voice crack. Mijn fout. Volgens mij is Verstappen naar 2 gegaan. Knap. Hij kwam van plek 7 af. Super knap dit. En Lucas Weber blijft de druk gewoon opvoeren bij ons, maar wij doorstaan die druk. We hadden een heel treintje achter ons. 6 ronden oude banden van Weber. Inmiddels laatste ronde loopt inmiddels voor de Grote Prijs van Singapore. Het gat naar Vettel is inmiddels opgelopen naar 15.5 seconden. Weber zit maar 3/10 achter ons. Dus ja. Misschien kan hij hier nog aanvallen, hè? Ik hoop het niet. Nee, want wij rijden weg van hem. Dus ja, ik denk dat P4 gewoon van ons is. Groen is sector 1. Gat naar Weber is 17e. Of dan moet ik iets heel geks gaan gebeuren en dan crashen wij uit zo en dan vinden ze niet in de punten. Maar ik denk niet dat het geval is. Hamilton is naar P5 gegaan, want die heeft als Weber verslagen. En 42.0.
En ja, het vuurwerk barst hier dus los. Bottas wint dus de wedstrijd en wij vinden dus als P4 een uitstekende race dit. En wij pakken meer punten voor Alfa Romeo. Over the competition today. Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Let's review the uitslag. Bottas wint dus de wedstrijd, Verstappen naar het podium en Vettel maakt het podium compleet. Hamilton pakt dus zelfs racepunt en wij nog steeds naar P7. 20 punten voorsprong op Kevin Magnussen. En Hamilton krijgt de driver of the day. Oké, had ik niet gedaan. Constructeurskampioenschap, Mercedes is eigenlijk gewoon kampioen geworden, want die houden ze niet meer bij. En Hamilton, ja, met 38 punten verschil. Dus Bottas loopt misschien nog in. Dus kan er spannend gaan worden. In Rusland, en dan gaan we nu gewoon de interview doen. How do things stand between you and Lucas now you've come out on top of your competition? We houden er allebei van. Dus ja. Judging from today's race, it must be pretty hard to fend off Devin when he wants to pass. Ik heb Butler volgens mij niet gepasseerd, denk ik, dus ik weet het niet. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Nou, ik weet niet, dat weet ze niet. Ik ga hem voor ze zien. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Dat weten we niet. Ik hoop het niet. Sportsmanship increased. Nou. Great. Well, that's nou, dankjewel Claire. Tot in Rusland. De uitslag van de resultaten hier dus. Van de rivaliteit. Rivaliteit gewonnen met Lucas Weber. We leiden rivaliteit met Kimi Räikkönen. De resource points voor upgrades aan de auto. Het zijn er best wel veel hoor. 712 van deze sessie en 800 zoveel in totaal. Reputatie is wat gestegen bij de topteams. En bij algemeen ook normaal gebleven. Excellent result today. Ja, dankjewel Emma. Het was een prima resultaat dit. En dan gaan we gewoon door naar Rusland. Even naar de mails kijken. Carl feliciteert mij dan even, dankjewel Carl. Emma die zegt ook een interview met Lucas Weber en Devin Butler zie ik, want Claire heeft er ook interviews gehouden. Ja, dit zal allemaal wel. Gaan we nog even kijken naar de resource points voor de R&D tree. Ja, dit zal allemaal wel, Devin Butler, oké, dat zien we later wel. Ja, rivaliteit gewonnen met Lucas Weber dus. We leiden rivaliteit met Kimi Räikkönen. Statistieken. De driver on D3. Dan gaan we gewoon even kijken wat het handigste is. Ja, we zien het de volgende keer wel wat we gaan doen met de R&D3. Nou, dan zouden we zeggen. Dit was dus weer mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van de 2019 Career Mode en Project 2 Career Mode. Volg me even op de sociale kanalen, links in de beschrijving. Druk ook gelijk op de belletje naast abonneren om geen enkele video meer van mij te missen. Ja, dan zou ik zeggen een fijne dag verder en tot ziens. Tot de volgende keer bij 2019 Career Mode. En dan weer in Rusland. Een fijne dag verder en tot ziens.